De NA-90 is een maritieme gevechtshelikopter en we zijn speciaal ontworpen voor oppervlakteoorlogsvoering en onderzeebootbestrijding. Daarvoor zijn we uitgerust met een Helras sonar, de Helicopter Long Range Active Sonar. De helikopter sensor operator, kortweg de HSO, die bedient de Helras. Niet alleen de Helras, hij bedient ook andere sensoren, zoals de forward looking infrared en de radar. Dat doe ik samen met een vlieger en een TACO, de Tactical Coordinator. Ik bedien de sensoren, de vlieger zorgt dat we zijn waar we moeten zijn. En de Tactical Coordinator bepaalt de tactische inzet van de helikopter. Een helikopter sensor operator komt bij voorkeur uit de commandocentrale van de schepen. Daar hebben ze ervaring op gedaan, al met sonar, met radar, ook met infrarood. Eigenlijk met alle sensoren die de NA-90 ook heeft. Daarna krijgt hij dan een luchtvaartopleiding en dan gaat hij alle sensoren bedienen in de helikopter. Het is een hartstikke veelzijdige baan. Het is behoorlijk gevarieerd. Naast dat we de sensoren bedienen, doen we ook het bedienen van de rescue hoist voor search and rescue operaties. We doen fast rope operaties voor snelle inzet van kleine teams van mariniers. We bedienen het machinegeweer en zo zijn er nog heel veel taken die we uitvoeren. Ja, dat is gaaf. Je bent met z'n drieën. En met z'n drieën moet je een taak volbrengen. En je hebt allemaal je eigen specialisme. Dat is wel een uitdagende baan. De ASW-capaciteit van de NA-90 is gewoon fantastisch. Hij is vele malen groter, de deksenbereiken zijn groter. De endurance van de kist is langer, we kunnen langer in de lucht blijven. Dus we zijn erop vooruit.